Wat zeg je ervan? Ga je me weer laten nablijven? Oh, ik denk dat we samen veel plezier zullen hebben. Dat meen je toch niet? Waar zijn de documenten voor het meisje? Oh, ik doe ook mee. Bedoel je dat ik haar vandaag kan ophalen? Ik smeek je. Nou, nou, nou. En hier is onze Maria. Klaar of niet, ik kom je halen. Waarom heb je deze papieren nodig? Kom gewoon met me mee. Wat? Mevrouw, u bent te laat. Wat bedoel je? Maria, waar ben je? Mijn huis zal je zeker bevallen. Stap in. Hé, geef het meisje terug. Nu. Ik krijg je wel. Dit is nu je nieuwe thuis. Miss Marie Longlegs. Cool. Kom op, ik zal je iets laten zien. Je mag alles meenemen van hier. Je hoeft alleen maar je arm te strekken en voilà. Nu krijg je nog een cupcake. Ik zal het proberen. Wat? Waarom doe je dit? Missie voltooid. Mag ik het opeten? Nee, eerst gaan we je handen aanpakken. Dit is een speciale crème. Mag ik het eten? Het is voor je handen. Je hebt maar één druppel nodig. Wow, dat is een grote druppel. Eerst wrijven we het in de huid en dat is het. En nu mag je je uitrekken, net als mami. Jij bent aan de beurt. Laat me het op je smeren. Het is maar genoeg voor één vinger. Laten we er meer bij doen. Wat? Oh, Daddy nam de crème weer mee zonder te vragen. Oké. Het lijkt erop dat de crème werkt. Rustig. Dat zou ik niet zeggen. Misschien moeten we ze strekken. Oh, ik weet het. Thing, kom bij me. Meesteres, riep je me? Ik heb een taak voor je. Breng dit meisje naar huis. Zal ik doen, uw zwartheid? Ziet eruit als de plek die ik nodig heb. En hier is het meisje. Huggy, we hebben zoveel plezier. Je zult je plannen moeten veranderen, baby. Sluip als een ninja. Ha! Oeps, laten we ons verstoppen. Er is iemand in de kamer. Mijn dekmantel is opgeblazen. Dat is erg slecht. Verstop, Thing. Ze is dichtbij. Oké, dames, jullie moeten ruimte maken. Waar is hij gebleven? Dat is vreemd. Ik kijk in de slaapkamer. Phew. Maria, we hebben geen tijd. Ik haal je hier weg. Waar gaan we heen? Naar je nieuwe moeder. Mommy's huis was cooler. Oh, het is Wednesday. Welkom terug, Maria. Goed gedaan, Thing. Oh, geen probleem. Oké, laten we gaan. Ik geef je een rondleiding. Dit is de hal. En Thing's oma woont hier. Jullie kunnen elkaar leren kennen. Wow, blij dat te horen. En dit is Betsy. Boe! Ha, cool. Cool? Je hebt mijn dans nog niet gezien. Ik dans, dans, dans met mijn handen, handen, handen. Wil je me zo leren dansen? Met plezier. Eerst beweeg je je handen rond als een zombie. En dan schroef je de lampen los. Ik speel mee. Klaar, ik begin. Maria, dat hebben we niet nodig. Maar ik kan het niet. Dat is triest. Weet je, ik heb een idee. Dat is het, nu gewoon ontspannen. Dans als mannekes Kens. Cool. Ik denk dat ik het geleerd heb. Ik wil eten. Oké, laten we eten. Assortiment groenten voor de lunch. Bon appétit. Ik neem wat snoep. Nee, wat voor snoep? Misschien een mandarijn, een appel of een peer. Misschien zelfs een pompoen? Laat het voor Halloween. Oké, geen snoep. Wat moet ik dan eten? Ik verzin wel wat. Oké. Ik moet in de gaten houden wat je eet. Dus bij deze. Dankjewel. Ik zie alles. Het ouderschap is zo vermoeiend. Ik heb rust nodig. Een paar minuutjes maar. Voelt zo goed. Yep, ik moet heel stil zijn. Kom hier, mijn snoepje. Ha, zie je dit? En deze kant op? Ze slaapt zeker. Nu zal niemand ons scheiden, mijn snoepje. Wow, wow, wow. Wie is hier zo slim? Oeps, probeer me niet voor de gek te houden. Ik zei dat ik alles zie.
is het duidelijk. Oké, je hebt het. Hou mijn eten in de gaten. Laten we ruilen. Nee, ik wil nog steeds een spin. Oh, ik wist dat mami het niet zo makkelijk zou laten zijn. Ik moet overal klaar voor zijn. Laten we mami een cadeautje achterlaten. Een muizenval voor indringers. Goed, en nu maar wachten op de voorstelling. Zeg niets meer. Ik zal je verhaal inkorten. Nee. Dat is een les voor jou. Wat? Oh, hallo mami. Nee. En nu gaan we je rebranden. Dat is beter. Hoe gaat het, mami? Hoe gaat het? Het kan beter. Maar laten we het niet over het slechte hebben. Het is tijd om te rennen. Waar is Maria? Ik ben laat. Oh, jij mami. Waar ben je? Kom tevoorschijn. Ha, dat is zo grappig. Ik wou dat ze zichzelf kon zien. Wat? Tijd om meer popcorn te halen. Mami? Geweldig. Ik kan de computer gebruiken. Eindelijk tijd om te spelen. Start een nieuw spel. Cool. Hé, ik heb het niet afgemaakt. Maria, hé, het is mijn computer. Alsjeblieft, ik wil echt spelen. Oké, ik heb een idee. Wil je computerspelletje spelen? Doe maar. Alsjeblieft, en vergeet het toetsenbord niet. Cool. Dank je, mami. Je bent de beste. Ik weet het. Het is zo traag. Misschien is het aan het updaten. Laten we teruggaan naar de show. Wanneer zal ze beseffen dat Maria vermist is? Trouwens, waarom hoor ik haar niet? Maria, dat is vreemd. Waar is ze gebleven? Ging ze naar Wednesday? Nee, dat deed ze niet. De laptop is dood. Wees niet nerveus. Oké, baby. Wat ben je aan het doen? Kijk, ik ben nu een artiest. Oh, je verspilt alleen maar verf. Laat me je een pallet geven. Wow, bedankt. Laten we gaan. Je moet de verf voelen. Dus het is beter om je vingers te schilderen. Oké. Dit meisje heeft echt talent. Oké, ik ben moe. Kan ik gaan? Natuurlijk, lieverd. En ik moet nog opruimen. Ik wou dat alles zo eenvoudig was met muren als met een douche. Mary Longlegs, wat is dat? Het is erg lekker. Geef het aan mij. Hoe kun je dit eigenlijk eten? Dus wat, moet ik nu verhongeren? Oké, je hebt gelijk. Okay. Laten we pizza bestellen. We nemen een grote met pepperoni. Woehoe! Mogen we er ananas en ogen bij doen? Longlegs Delivery. Bedankt. Dag. Niet zo snel. Je moet betalen. Betalen? Ha, juist. Hebben we elkaar eerder gezien? Ik denk het niet, mevrouw. Oké, ik ga op zoek naar geld. Is het voor mij? De bezorgster doet me aan iemand denken. Hoi. Hoi, Maria. Verstop je voordat ze terugkomt. Sneller. Oké, geweldig. We gaan naar huis. Wow, je bent zwaar. Heb je je geld gevonden? Hou het wisselgeld maar. Niet nep? Oké, dag. Goed, het is tijd voor de lunch. Maria. Wednesday, ik wist dat zij het was. Nou, hier zijn we thuis, schatje. Je kunt eruit klimmen. Mag ik nog wat koekjes? Waar heb je die gevonden? Wacht, we moeten het weggooien. Kunnen we iemand als huisdier krijgen? We hebben thuisdieren. Ik wil een schattig iemand. Een kat. Een kat? Spidey eet ze soms. Ik weet het. Alsjeblieft. Lief en pluizig, precies zoals je wilde. Wat een schattig katje. Ik zal voor hem zorgen. Wil het katje melk? Bon appétit, mijn liefste. En ze zeggen dat ik vreemd ben. Wednesday, laten we spelen. Oké, het is een piratenspel. We moeten deze schat begraven. Oké. Waar gaat ze heen? Wat? Maria, nee! Wat ben je aan het doen? Je kunt geen zand eten. Ik heb iets voor je.
Als een kind zo graag zand eet, laat het dan tenminste eetbaar zijn. De turbostand. Ons zand is klaar. Ik hoop dat ze het lekker vindt. Smakelijk. Bedankt. Geen probleem. Het is hier zo stoffig. Hier is mijn Maria. Wat ben je aan het eten? Zand. Wil je wat? Wat een nachtmerrie. Ha! Het is niet grappig. We gaan weg. Ben je klaar, Maria? Maria, waar ben je? Mami heeft niet alleen long legs, maar ook lang haar. Ik wil net zo'n kapsel als jij. Ho, schatje. Laat me er een voor je maken. Wat? Hoe kun je zo lopen? Oké, plan B. Wat denk je van vlechtjes? Wow, dat is cool. Laten we gewoon de strikken toevoegen. Dat is het. Dank je, mami. Het staat je echt goed. Haal mijn dochter onmiddellijk terug. Wednesday? Het is eigenlijk mijn dochter. Nee, het is beter dat Maria bij mij is. Handen af, of je krijgt er spijt van. Echt? Dat zien we wel. We zullen zien. Oh, die meiden. Jongens, vertel me wie ik moet kiezen. Wednesday of Mommy? Schrijf het in de comments. Spin! Transformers Mommyus. Wat? Wat heb je met me gedaan? Mijn mooie haar. Waar is het? Ah! Wat een nerd. Laten we gaan, Mary. En ik dan? Maria, wat is dit? Zal dit me helpen terug te gaan naar wie ik was? Dat is raar. Oké, laten we aan de slag gaan. Oh ja, het spinnenweb is goed. En de zwarte weduwe natuurlijk. Wat? Voeg drakenspeeksel toe. Wow. Ja, je moet er voorzichtig mee zijn. Oké, en nu wat gedroogde mieren? Wow, cool. Het lijkt erop dat het klaar is. Wow, net als Wednesday. Lijk ik op haar? Oh ja. Oh, mijn favoriete speeltje. Het is zo zacht. Is dat een spin? Je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik ben hier maar even. Ga weg. Hey, schrijf in de comments voor welk dier jij het meest bang bent. Oh, dat is verschrikkelijk. Wel, oké, het is gewoon een beetje acne. Maak je een grapje? Wat moet ik ermee doen? Hey, waar ben je? Oh. Hier zijn de spreuken voor acne. Of zoiets. Interessant, ik hou van lezen. Wow, dit is serieus. Ik ben bang. Ik probeer het eerst op Barbie. Sorry, Pop. Wow, het werkte. Nu gaat Ken het uitmaken en me eruit schoppen. Hij schop je er niet uit. Ik wel. Magie heeft nog niemand pijn gedaan. Behalve Voldemort. Zei je iets? Ik ben in orde. Laten we nu eens naar mijn garderobe kijken. Ik ben altijd stijlvol geweest. Maar de grote veranderingen komen eraan. Nu ik aan de duistere kant sta. Abracadabra. Niet slecht. Maar dat is niet wat ik vroeg. Wat is er mis? Oh, juist. Het boek is ondersteboven. Kadabra Abra. Dat is beter. Dank je onvoldoende. Zou het niet zonder jou doen. Ik moet al mijn spullen ergens kwijt. Ik heb zoveel spullen. Ik bestel het online, zoals elk normaal meisje. Oh, al hier? Bedankt. Ik hoop dat alles erin past. Kom op, stap in. Oh nee. Oké, begrepen. Ik heb een grotere tas nodig. Wow, 10.000 likes. Oh, help me, alsjeblieft. Like deze video, zodat ik een tas kan kopen. Wat is dat ding? Ik heb nog nooit zoiets gezien. Interessant. Een oude computer? Dit is een geschenk van mij aan jou. Bedankt. Het is een magische typemachine. Die wensen vervult. Oké, ik zal het proberen.
Wow, het is echt magisch. Laten we het nog eens proberen. Wow, dat is zo cool. Ik kan alles krijgen wat ik wil. Oh ja, de schoenen. En natuurlijk de loop-op-hakkenvaardigheid. Bedankt, onvoldoende. Geen probleem. Hé, wat is er met onze nerd? Ik laat je me niet meer uitlachen. Ze lijkt niet op zichzelf. Oh, Sky, je proefwerk. Je hebt een 10. Ik ben niet geïnteresseerd in jouw waardeoordeel. Je doet het geweldig. Je boekt vooruitgang. Misschien wil iemand anders nog iets zeggen? Nee, ik praat helemaal niet. Goed gedaan. Harder, ik kan je niet horen. Ik moet gaan. Laten we hier weggaan. Nu zijn ze bang voor me. Misschien is het beter dan pesten? Het is zo raar. Ik heb een 10 en ik ben helemaal niet blij. Waarom voel ik me niet gelukkig? Oh, hoi. Waarom huil je, slimme meid? Ik ben verdrietig. Ik ben een buitenbeentje. Ik weet hoe ik je kan opvrolijken. Ik weet niet of het zal werken. Deze Barbie is voor jou. Vind je haar leuk? Laat me eens kijken. Ja, ze is cool. Oh, misschien kan ik mooi worden zoals Barbie? Ik denk dat het proberen waard is. Laten we beginnen met het haar. We zullen je helpen. Ja, je kunt op ons rekenen. Maak me blond. Oké, wacht even. Dat doet pijn. Wow. Oh, een haarspeld. Ik denk dat ik die ga gebruiken. Niet slecht. Ik ben echt schattig. Wow, de donkere kringen onder mijn ogen zijn enorm. Dit is niet goed. Oh, ik heb een glamoureuze make-up nodig. Wow, weer magie. Ik vind het leuk. Laten we het doen. Het belangrijkste is om niet per ongeluk een nieuw COVID-type te creëren. Ik heb nog nooit een onvoldoende gehad voor scheikunde. Wees voorzichtig. Oh, ik viel. Help. Ik zal je redden. Jullie zijn grappig. Oh. Achie. Wow. Het lijkt erop dat de make-up klaar is. Cool. Tijd om een outfit te kiezen. Deze stof is perfect. 7 keer meten en maar 1 keer knippen. Dat is wat mijn opa zei. Hij was een beul. Ik ga een schets maken. Ik heb eindelijk de naald ingeregen. Nu gaan we naaien met de kleine steekjes. Hé, ik heb mezelf per ongeluk genaaid. Oh, wow. Je krijgt geen 10 voor naaien. Oh, auw. Ik maak me zorgen om haar. We zullen helpen. Nee, niet zo. Stop ermee. Oh, de jurk is klaar. Geweldig. De schoenen zijn te donker. Wat moet ik doen? Waar kan ik Barbie schoenen krijgen? Barbie? Haar schoenen zijn cool. Ik denk dat ze het niet erg vindt. Dat is interessant. Barbie, kunnen we samen lunchen? Ik lunch nooit. Ik snap het, ik ben ook op dieet. Hier zijn de schoenen die ik zo graag wilde. Ik giet er gewoon kokend water over en dan worden ze groter. En de spreuk natuurlijk. Jusium 7 Sisius. Klaar, wow. Cool, het is echt mijn maat. Eens kijken wat ze nu over me zeggen. Hi meisjes. Oh, Melanie. Wat een dag. Oh, wat een dag. Oh, directeur Skinner. Misschien een selfie? Ja, cool, perfect. Trouwens, hier is je toets. Een test? Dit interesseert me niet meer. Ik ook. Geen cijfers meer. Ja.
Sky, dit is voor jou. Neem het aan. Met plezier. Wat? Ik zou in haar plaats moeten zijn. En dat zal ik ook. Oh, mijn lieve papa. De liefde van mijn leven. Kijk naar die loser. Jongens, alsjeblieft stop. Haha, wie is dat? Oh ja, ik ben perfect. Yeah. Oh ja, hij is perfect. Ik smelt als chocolade in de handen van een kind. Ik wou dat ik zijn shirt was om zijn spieren te omhelzen. De grond glijdt onder mijn voeten vandaan. Ik kan aan niets anders denken dan aan zijn glimlach. Wow, wat een lief wonder. Kom naar me toe, mijn schoonheid. Oh, ouch. Loser. Zag je hoe ze viel? Oh nee, ik heb mezelf voor het schut gezet. Hoe kan ik dit oplossen? Laten we beginnen met de tanden. Ik heb ze, dat is goed. Maar ze schreeuwen letterlijk, poets ons. Nou, laten we beginnen. Er is geen druppel meer over. Ik heb alles verspild met het schoonmaken van mijn sneakers. Ik moet tandpasta maken. Oh ja, een afwasmiddel. Het ruikt naar appel. Ik haat appels. Een beetje zout en suiker naar smaak. Ik moet dit recept patenteren. Goed, laten we beginnen. Nee, niet zo. Oké, ja. Geweldig. Lach. Nu glimt mijn glimlach. Probeer niet blind te worden. De eerste stap is gezet. Lippenstift opdoen is net als kleuren. Ik ben er zo slecht in. No. Wat staat er in de modebladen? Dat is precies wat ik wil. Oh, hier is een handleiding. Ik heb de lippen nodig die papa wil kussen. Niet om te slaan. Deze lijken leuk. Ik zal oefenen op mijn arm. Ziet er goed uit. Ja. Hallo, schoonheid. Oh, hang op. Ik hou van je. Je bent zo volhardend. Ik weet niet eens. Mwah. Wow, cool. Ik ben mooi. Wat heb ik nog meer? Oh ja. Mijn wimpers zijn uitgevallen na het scheikundelab met palladium. En ze groeien niet meer. Mijn oom heeft een haartransplantatie gehad. En hij kon de wimpers gewoon op de kale plek plakken. Oh, het is zo lang geleden. Ik moet sneller gaan. Oh, noem me nu mommy pincethanden. Wow, mijn wimpers lijken op vlindervleugels. Eeuw, wat is dat? Acne? Ik zal proberen eroverheen te schilderen. Het is tijd om groots te spelen. Oh ja, dat is wat ik nodig heb. Het is alsof je de muren pleistert. De muren met acne. Ja. En nog wat. Oh, nu ga ik niezen. Wow. Yeah. Het volgende deel van het plan is voltooid. Dat betekent dat ik een stap dichter bij mijn droom ben. Is dat een strooie hoed op mij? Welk kapsel moet ik kiezen? Niet deze zeker. Oh, deze zal wel voldoen. Nou, laten we beginnen. Oh, mijn haar is dikker dan de onafhankelijkheidsdagsteaks van de buren. Eeuw. Laten we beginnen met het te wassen. En dan zien we wel. Hey, water. Waar ben je? Hoe zit het met het weerbericht? Geweldig. Het gaat regenen. Ik hou van de regen. Ik kan er mijn tranen in verbergen. Maar vandaag huil ik niet. Ik lach. Mijn haar is gewassen. Ik zal het proberen te drogen. Ah.
Hey Wimpers, waarom zijn jullie weggelopen? Wees niet bang. Oh, ik lijk op de vogelverschrikker uit de Tovenaar van Oz. Ik red het niet. Ik heb nieuw haar nodig. Wow, dit haar lijkt precies op dat van Mami. Nee, niet kijken. Nu plak ik het stevig vast. De honing van mijn oma komt al jaren niet meer van mijn tanden af. Die plakt de pruik voor altijd vast. Oh ja. Wow. Oké, het haar zit goed. Ik ben zo bezorgd. Waar is hij? Oh, papa. Hi. Hoi. Oh, mami. Mijn ideaal. Hé, waar is nog een hartje? Het lag hier. Oh, papa. Misschien is mijn hart voldoende. Verlies het niet en breek het niet. Oh, dank je. Dat is precies wat ik nodig heb. Oh, de bel gaat. Hé, en ik dan? Hoi. Hey baby. Oh, wow. Ik kom eraan, schatje. Wat? Kun je een zaadje voor me schoonmaken? Oh, jij bent het. Hallo, maatje. Wat een prachtige droom. Kom naar mami, baby. Dat klopt, slimme jongen. En waar keek je naar? Ik vroeg je om de hamstereen niet uit te laten. Sorry, ik werd letterlijk even afgeleid. Wat was jouw vreemdste droom? Schrijf het in de comments. Ik draag deze kleren nu al 7 jaar. Het is tijd om mijn garderobe op te frissen. Spoedbestelling, oké. Oké, hoe zit het met hun maten? En is dit large? Oké, wat hebben we hier? Niet wat ik nodig heb. Niet wat ik nodig heb. Nee. Oh ja. Wacht even, wat is dat voor geur? Ugh. Ik had het al lang geleden moeten wassen. Ik zal het een paar keer wassen om van de stank af te komen. Wow! Hey kleren, vinden jullie het aantrekkelijk? Vind je dat? Cool, precies wat ik wilde. Het kledingprobleem is opgelost. La, 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 la. Het is tijd voor het kapsel. Oh, ik heb een doos met elastiekjes en haarspelden. Dat is niet wat ik nodig heb. En deze ook. Oef. Oh, dat is een raar ding. Pfiouw. Ah. Oh. Oeps. Oh, cool. Oh ja. Hoi, maatje. Je t-shirt is zo cool. Je kunt het maar beter niet zien. Laten we beginnen. Oh, ja. Wow. Klaar? Verrassing. Nu heb je een trendy topje. Geen t-shirt. Nou, bedankt. Dat was mijn favoriete t-shirt. Dag. Wacht even. Ik ben zeker iets vergeten. Maar wat? Oh ja, precies. De handschoenen. Ja. Waar is de doos met kleren? Ja. Ik zal ze passen. Oh, ze passen niet. Nou, wat als... Wow. Ja, precies. Waarom blazen met de mond als er een haardroger is? Yeah. Oh, nee. Wacht. Oh, wow, het werkte. High five. Denk je dat ik gek ben? Yeah. Hij kijkt naar me. Hallo. Oh, nee. Wow. Er is mijn kans. Wow, ik heb nog nooit zulke lange armen gezien. En wat zit er aan de andere kant van de arm? Oh, jij bent het. Hallo, schoonheid. Schat, je bent geweldig. Dank je, lieverd. En waar is de hanger? Misschien dit ding? Nou, oké. Wat? Oké. Ik kan verdrinken in je ogen. Kan ik je iets brengen? Oh, nee. Dat doen we zelf wel. Wat? Oh ja, ik ben verliefd op deze armen. Wacht even.
beetje meer... Ja? Nee? Wat is dat? Hé, laat los. Laat los. Je bent perfect. Kus me. Hé, ze laten me niet gaan. Hé, handen, ga terug naar huis. Wat is er aan de hand? Breng ons wat water alsjeblieft. Schat, deze avond was perfect. Oh ja, ik laat je nooit meer gaan. Ik wil niet dat je denkt dat dit loze woorden zijn, dus... Wil je met me trouwen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Maar welke moet ik kiezen? Deze. Geef hem aan mij. Ja, ik ben het gelukkigste meisje ter wereld. En ik ben de gelukkigste man. Laten we het iedereen vertellen. Ik ben zo gelukkig. Wacht even. Is dat Poppy die huilt? Wat is er gebeurd, schat? Ik ben uitgenodigd voor de bouwwedstrijd. Laten we samen gaan. We zullen je helpen. Wow, ben je verloofd? Ja! De inschrijving is gesloten. Het is tijd om uit te vinden met wie ze deze keer zullen strijden. Wow, ze lijken op hun familieleden uit Ohio. Ze zullen al hun innerlijke monsters moeten uitleven om te winnen. Een locatie vinden was niet moeilijk. Nu moeten ze zich alleen nog ontdoen van de eigenaar. De kinderen van vandaag zijn niet zo makkelijk bang te maken. Ze zijn te kalm dankzij Cardi B liedjes. Mami is niet bang voor moeilijke taken. Ze maakt zelfs de kleine Justin Bieber bang. Het was veel gemakkelijker met hem. Niemand heeft papa ooit zo misbruikt. Het is niet wat Poppy verwachtte te zien toen ze terugkwam. Maar ze begrijpt de nieuwe generatie beter dan iedereen in haar team. Ho, ze merkt het. Eindelijk. En Poppy vond het niet erg om vrienden te maken. En nu is het tijd om de beker te pakken. Samenwerken brengt ze dichter bij elkaar. Het bed is klaar. Ze zetten hun eerste stap naar de prijs. En Poppy's familie loopt voor op de concurrentie. Vond je onze nieuwe video leuk? Like en abonneer je dan zeker!